Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom heb je last van trillende handen? Als je goed oplet, zal je wel merken dat mijn handen wat trillen. En dat is niet gek. Want bij een zo moeilijke taak moeten hun spieren ontzettend hun best doen om deze beweging zo goed mogelijk uit te voeren. Iedereen trilt. En dat is volstrekt normaal. Meestal neem je niet waar met je blote oog, maar soms kan je het wel zien als je bijvoorbeeld bezig bent met het spannende spel. Sommige mensen hebben wel meer last van het trillen, zoals mensen met de ziekte van Parkinson. Tijdens het bewegen zijn onze spieren druk bezig om onze armen, benen, handen, noem het maar op, in de juiste houding te krijgen. En daar is een goede aansturing voor nodig, want spieren die vechten tegen de zwaartekracht, die moeten in tegenstelde richtingen bewegen. En om een goede balans daarin te vinden is het belangrijk dat de spieren goed samenwerken. En dat is een ingewikkeld proces. Dit is een simpel model met de arm- en handspieren. We zien hier een spier, daar een spier, ook aan de onderarm twee spieren. De spier kan niet duwen, maar hij kan wel trekken. Dus een bepaalde beweging trekt de spier omhoog en een andere beweging trekt een andere spier hem weer naar beneden. En zoals je ziet is het een heel soepele, fijn gecoördineerde beweging waarvan het belangrijk is dat de spieren goed samenwerken. En je ziet dat het mij niet helemaal lukt om hem precies stabiel te houden en je ziet eigenlijk dat ik al een beetje ga trillen. Een spier bestaat uit verschillende spiervezels en die moeten allemaal apart worden aangestuurd door de hersenen. En dat is ingewikkeld. Vergelijk het met de roeiboot, waarin 8 roeiers in een roeiboot allemaal samenwerken om vooruit te komen. Go! Snap! Squeeze! Lick! Go! En niet alleen die losse spiervezels moeten samenwerken, maar ook de zenuwen die deze spiervezels aansturen moeten goed samenwerken. En die coördinatie dat gaat nooit altijd even hard en even precies. En zo kan je dus een trilling krijgen als de aansturing niet goed gaat. Tussen de hersenen en de spieren zitten zenuwverbindingen. Je kan het vergelijken met een snelweg, waarbij eigenlijk de hersenen opdrachten stuurt naar de spieren om dan vervolgens een bepaalde beweging te laten maken. Andersom is er via een aparte route ook communicatie van de spieren naar de hersenen. En zo kan de hersenen beoordelen of de opdrachten goed uitgevoerd worden. En die zenuwen die zijn kwetsbaar voor verstoringen. Er zijn 3 dingen die de zenuwen verstoren die je wel kent. Koffie, alcohol en roken. En als je last hebt van trillen en je drinkt alcohol of koffie of je rookt, zou het best wel eens kunnen zijn dat het kan helpen als je deze dingen laat staan. Maar sommige dingen heb je minder zelf in de hand. Er is namelijk ook zoiets als aanleg. De ene persoon heeft toch weer een andere spieropbouw en opbouw van het zenuwstelsel dan de andere. En een andere persoon kan dan juist eerder wat sneller moe raken, waardoor de spieren niet helemaal gaan doen wat ze zouden willen dat ze doen. En daardoor kunnen sommige mensen juist eerder gaan trillen vergeleken met andere mensen. Sporten kan ook van invloed zijn. We weten dat als mensen sporten, ze hun spieren heel veel gaan bewegen en op een gegeven moment raken ze moe. En we weten dat als spieren vermoeid zijn, het net wat moeilijker kan zijn om bepaalde bewegingen uit te voeren. Zo zal je vast eens gemerkt hebben na een zware sportsessie dat je nog misschien wel last hebt van trillen. Dit komt omdat die spieren waarschijnlijk heel moe zijn en het toch wel even een paar dagen nodig hebben om te herstellen. Maar ook stress is een belangrijke factor. Mensen raken in stress als ze het gevoel hebben dat ze in gevaar zijn. Vroeger bijvoorbeeld, of als je nu in de jungle bent beland en je komt opeens een wild beest tegen. Zoals een tijger. Nou, je ziet die tijger en je schrikt en je lichaam gaat als reactie daarop de adrenalinehormoon aanmaken. Die zorgt ervoor dat alle spieren in je lichaam gaan aanspannen zodat je zo snel mogelijk uit de buurt komt. We noemen dit ook de fight or flight response. Oftewel, je gaat of vechten of vluchten. En in mijn geval zal ik toch wel vluchten, maar zijn mijn spieren in ieder geval aangespannen zodat ik zo snel mogelijk uit de buurt kom. En die flight or fight response, die hebben we nog steeds. En die wordt dus opgeroepen als wij stress ervaren. Bijvoorbeeld als je een spannende presentatie moet geven aan een groep mensen die je nog nooit eerder hebt gezien. Of zoals ik nu, voor een groep van 1000 mensen, nu een heel spannend spel zit te spelen. Onbewust gaan we onze spieren dan toch aanspannen. Maar we weten dat het eigenlijk nergens voor nodig is. Want zoals je nu weet, als we spieren aanspannen, gaan ze toch een beetje trillen. En we weten ook, als je wat meer ontspannen bent, ga je ook waarschijnlijk minder trillen. Roken is slecht voor je, dat wist je al. Maar weet je ook hoeveel het de samenleving kost? Ik ben Naomi, gezondheidseconoom, en in de volgende aflevering maak ik met jou de rekensom.